Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij en Woning, Keukens en Badkamers. Goedendag allemaal, welkom bij Zesdaagse TV. Eén keer per maand praten we hier op TV Rijnmond over het wielrennen. Het wielrennen uit Rotterdam, Nederland en de rest van Europa. Met al die wedstrijden die nu in korte tijd worden verreden. Op deze dag zijn wij hier met Michael Bogert. Ja, geen nadere introductie verder nodig, dat weten we allemaal. Chantal Blaak, wereldkampioen 2017, afkomstig uit Zuidland, maar tegenwoordig woonachtig in Berkel. Nou, dat is de introductie wat jou betreft. En Nick van der Lijken is een Nederlandse wielrenner die in Zevenhuizen woont. Dus nou, zo hebben we de linken wat betreft onze regio direct te pakken. Ja, die woning Zesdaagse, die zou dit jaar 2 keer worden verreden. Maar ja, u weet het, corona. Het heeft allemaal maar 1 keer plaatsgevonden in januari. Maar we proberen met dit programma toch ook die Zesdaagse en dat Rotterdamse wielrennen een beetje in leven te houden in deze gekke tijden, Michael. Jij hebt ongetwijfeld ook wel eens op die piste gereden in Ahoy. Ja, zeker. Hoe vond je dat eigenlijk? Super. Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met Ahoy op zondag. Als klein mannetje togen wij iedere zondag naar de baan om wedstrijden te kijken. En waarom wilden jouw ouders vanuit Den Haag dat bijwonen, dat Ahoy op zondag? Ja, mijn broer is 5 jaar ouder, dus die koerste daar altijd al. Dus je mocht pas vanaf je 12e. Kijk, normaal mag je koers rijden vanaf je 8e, maar op de baan was het pas vanaf 12 jaar. En dat was wel echt een dingetje, weet je. En ja, vroeger was dat ook, we zien hier Joop natuurlijk, maar vroeger was echt, je ging echt zondags naar Ahoy op zondag om Dernies te kijken, om het Nederlands kampioenschap Dernies. Dat was echt een groot ding en dat wilde je als kind ook. Dus ja, dat was echt een baken in de winter. Ja. Kijk eens aan. Chantal, jij hebt ook in Ahoy gereden tijdens de vrouweneditie van de Zesdaagse. Dat zie je, dat is heel wat jaartjes geleden. Ja, maar hoe vond je dat? Ja, ik vond het wel heel erg leuk, maar het was niet echt mijn ding. Dus ik vond het vooral heel eng. Dat hoor je, toch vaak? Ja, dat heb ik echt met baanwielrennen. Ik vind het gewoon heel eng. Maar om daar mee te doen was natuurlijk super gaaf. En sowieso in de omgeving in Rotterdam. Ja. Daarom. Thuiswedstrijd. Daarom. Ja, voor jou min of meer ook, Nick. 2 jaar geleden Europees kampioen geworden op de baan achter de Dernie. Dus jou hoeft niet te vragen of het je wel ligt. Waarom ligt het je zo? Het is eigenlijk enkel achter de Dernie. Voor de rest eigenlijk op de baan ben ik niet zo heel veel te vinden. Maar dat vind ik heel erg mooi. Mijn schoonfamilie is natuurlijk, we zijn hun onwijs bekend mee. En daardoor ben ik er eigenlijk ook zelf weer terug ingeschoten in het baanwielrennen. Dus dat is wel heel leuk. Misschien moet je even uitleggen wie jouw schoonfamilie is. De Zeilaert-familie. Ja, komt trouwens zometeen ook nog voorbij. Ja. De wedstrijddirecteur van de Zesdaagse is Michael Zeilaert, die ook voor dit programma reportages maakt. Jij hebt onlangs het wereldkampioenschap op de weg gereden in Italië, rondom het circuit van Imola. Wat was je rol en hoe is je dat bevallen? Ja, het was eigenlijk vooral een ondersteunende rol. Ik was in eerste instantie niet geselecteerd en later opgeroepen. En het was eigenlijk vooral dat ik de kopman moest ondersteunen, was Tom Dumoulin. Was het eigenlijk een heel zwaar parcours. Wat eigenlijk gelijk al vanaf ronde 1 was het al duidelijk dat er maar echt een paar specifieke mannen mee gingen doen voor de finale. Ja, dat WK was wel qua locatie verplaatst, maar qua tijdsbeeld nog wel een beetje in de periode dat we dat gewend zijn. Maar verder, Michael, is het een gekke wielertijd. Het is sowieso een rare tijd. We hebben net de Tour gehad. We zitten nu midden in de Giro. We hebben al die voorjaarsklassiekers nu in het najaar. Het is iedere dag koers. Het is iedere dag. Eigenlijk moet ik zeggen, als ik zo de koers volg, vind ik het prima. Het is apart als je erover nadenkt. En ik denk zeker voor de renners, dat het haast niet te doen is. Hoeveel ze moeten koersen op korte tijd. Met alle dingen die ze moeten ondergaan. Is het heel lastig, maar ja, als kijker vind ik het eigenlijk heel goed. Jij wordt nog niet koersmoe? Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. We hebben zo lang gewacht dat er eindelijk weer gekoerst mocht worden. En ja, dan ben je eigenlijk wel heel blij dat je alle mooie koersen gewoon krijgt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, verleden jaar waren we echt verwend, denk ik. Het was een supermooi mooi wielerjaar. We hebben nog samen de Tour gedaan, Tour de Jour. Het was een prima tour, was echt gaaf. Maar dit jaar, de koersen zijn toch echt allemaal van een dusdanig niveau. En dat komt natuurlijk ook omdat er zo lang niet gekoerst is, dat iedereen staat te trappen. Maar de koersen zijn, ik vind het echt smullen. Maar Chantal, wat Michael zegt, hè, dat inderdaad nu ineens er te moeten staan en in korte tijd al die koersen te moeten rijden. Hoe lastig is dat?
Ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel lastig. Want ten eerste heb je natuurlijk de hele winter getraind. Dus dan ben je klaar voor het seizoen. En toen hebben we 2 wedstrijden gedaan en toen werd alles gecanceld. Dus ja, toen moet ik wel zeggen, heb ik eerst wel even een dipje gehad. Heb ik 2 weken mijn fiets niet aangeraakt. Maar daarna ben ik eigenlijk al direct gaan trainen. Dus het was voor mij heel erg wachten tot wanneer mogen we weer. En als je dan weer mag, dan is het natuurlijk heel fijn. Ja. En we zijn nu al eigenlijk vanaf juli al bezig. Dus ja. We hebben al aardig wat koersjes gehad. Precies. Bij jou aan de moraal geen gebrek dus, nee. Gelukkig. Hoe geldt het voor jou, Nick? In hoeverre raakt zo'n crisis jou? Bijvoorbeeld voor jou persoonlijk als renner, maar ook voor jouw ploeg? Ja, beide eigenlijk heel erg. Het is, in het begin leek het wel een beetje oké te zijn. En toen op een gegeven moment toen, kwam het bericht dat readiness bij ons wegviel. Voor dit jaar en komend jaar. Dus dat was eigenlijk voor dit jaar viel een heel groot gat. Wat eigenlijk consequentie had dat wij nu voor een broek en een shirt rondfietsen tot eind van het jaar. Want de sponsor viel dus weg? Ja, de co-sponsor viel weg. Dus we hebben Rival gewoon nog aan boord, ook voor de komende 2 jaar. Alleen geen co-sponsor meer dus. En dat betekent eigenlijk voor dit jaar dat we alles nodig hadden voor het wedstrijdprogramma waar wij zelf voor gekozen hebben. En om zodoende eigenlijk toch een wedstrijdprogramma te kunnen afwerken, mocht de ploeg niet meer bestaan volgend jaar, dat je in ieder geval jezelf hebt kunnen laten zien en proberen een kansje af te dwingen richting komend jaar. Ja, dat is natuurlijk allemaal van die consequenties in zo'n rare tijd. Ook koersen die natuurlijk wel gepland zijn alsnog, maar niet doorgaan. Denk maar even aan de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix. De Bing Bang Tour ging wel door, hoewel die weer niet door Nederland mocht. Natuurlijk. Niet helemaal inderdaad, maar wel een geweldige apotheose. Een hele mooie laatste dag in ieder geval. Die Mathieu van der Poel, solo van 50 kilometer. Ja, en dan pakt hij hem. Ja, ik volg koers natuurlijk op de voet. Maar wat ik daar zag, dat was dat getuigde van zoveel lef en moed. Maar hoe moet je die jongen stoppen, fysiek, Michael? Hij is natuurlijk wel te stoppen. Gisteren wint hij ook niet, dus hij is ook maar gewoon mens. Maar wat Mathieu natuurlijk wel heeft, is dat hij zo op een bepaalde manier koerst. Weet je? Het is heel onconventioneel en daar bedoel ik eigenlijk mee dat hij tart echt alle wielerwetten. Weet je? Hij doet dingen waar je normaal, als ik zo koerste vroeger, dan werd ik echt voor Jan Lul uitgemaakt. Weet je? En dat, bij hem is het allemaal schitterend, omdat hij ook wint. Maar wat hij doet, kan eigenlijk helemaal niet. Maar wat moet hij dan nog wel gaan doen om misschien ooit een Tour de France renner te worden? Want daar kijken we toch een beetje naar uit. Dat gaat worden. Kijk, we moeten niet gaan verlangen natuurlijk dat Mathieu ook nog eens een keer een Tour de France gaat winnen. Ik bedoel, wat Van Aert nu laat zien, dat is wel heel bijzonder. Maar wat Van der Poel laat zien, is ook heel bijzonder. En die twee hebben wel een fitty, hè, met elkaar, lijkt het een beetje. Of die hadden van de week in Gent-Wevergem, hadden ze een... Van der Poel volgens mij niet. Maar Van Aert die had een beetje een probleem met Van der Poel. Omdat hij volgens hem op zijn wiel reed. Ja, ook gewoon mag. Ik bedoel, je kan gewoon... daar hadden we het voor de uitzending nog over. Als jij in een kopgroep zit en je probeert een koers te winnen. Ja, op een gegeven moment ga je je koers op iemand afstemmen. Dus ja, dat hoort bij de sport. Ik bedoel, bij de voetbal gaat de keeper ook niet uit het veld, weet je. Die blijft ook in de kool staan. En Van Aert die denkt dat hij nu zo goed is dat hij ook gisteren had... Of dat hij Gent-Wevergem had moeten winnen, maar... dan komt hij Van der Poel tegen. Nou, ja, die rijdt misschien een klein beetje op zijn wiel, maar ja, nogmaals, dat mag. Met hoeveel bewondering kijk jij naar zo'n renner, Mathieu van der Poel? Ik vind het natuurlijk ontzettend knap. En vooral bijvoorbeeld de dag na de Bing Bang Tour stond hij ook gewoon in Luik. En daar deed hij ook gewoon mee. Ja, dat vind ik ook echt ongelooflijk. Ik vind dat gekke werk, maar goed, ik ben maar een eenvoudige liefhebber. Maar ik denk, wat begin je aan, jongen? Ja, en ik vind het ook gewoon mooi. Hij koerst echt met zijn hart. Hij volgt gewoon zijn gevoel. Hij denkt volgens mij ook niet na van tevoren, daar ga ik. Hij koerst gewoon. Ja. Dat zouden er meer moeten doen. Net zoals bij het EK hadden we dan ook van tevoren natuurlijk een bespreking. En ja, je hebt heel veel kopmannen die willen natuurlijk renners rond zich om zoveel mogelijk ondersteuning te hebben. En ja, hij wil eigenlijk zo min mogelijk en gewoon lekker zijn ding doen. Ja, en dat lekker, is wel iets wat hem verleden jaar heeft hem dat wel genekt op het WK natuurlijk. Want Pieter Wening vertelde daar gewoon dat hij voor de wedstrijd... Oh, regentas? Nee, ja, ik heb geen regentas, want ik trek alleen maar kleding uit naarmate de wedstrijd. Toen ging het nekje er wel even af, gezien natuurlijk. Ja. En dat, ja, zo ja. is hem. Hij woont bij mij in dorp. Of het dorp. Dorp. Ja. en ik kom hem ook nog wel eens tegen. Maar dat is en mijn zoon als hij naar school fietst. En het is altijd een goede dag. Het is een vrolijke kerel. Gewoon echt koers voor zijn plezier. Ja. Zo lijkt het wel. Daar gaan we een hoop plezier aan beleven. Maar als ik jou moet geloven, dus niet in de Tour de France. Met we gaan hem zeker wel eens in de Tour de France zien. Natuurlijk. Maar niet als winnaar. Nee, ik geloof niet. Nee. Hij heeft niet het postuur
om volgens mij klassementsrennen te zijn. Maar ja, je ziet tegenwoordig zulke rare dingen in het wielrennen. Dat is waar. We gaan in deze Zesdaagse TV naar de wedstrijdleider van de Woning Zesdaagse. Dat is Michael Zeilaert. En voor dit programma gaat hij ook altijd op pad in Fietsen met Michael. Zo, heb ik een end moeten rijden, zeg. Helemaal naar Enschede. Want ik ga vandaag fietsen met Johnny Romme. Nou ken ik Johnny al een heel tijdje, dus ik appte hem van de week. Joh, zou je het leuk vinden om een stukje met me te gaan rijden? Toen stuurde me dit filmpje terug. Ja, Mikey. Even warm drijven morgen, hè. Gaan er mooi tegenaan. Tot morgen. Volgens mij slaat hij een beetje door, want als ik dat bij moet gaan houden met 400 watt een beetje rondrijden, dan wordt het wel een heel lastig dagje. Maar we gaan het zien. Ouwe Reus. Hallo jongen. Welkom in, bijna Duitsland, hè? Het was een wereldrace, zeker of niet? Doe het even zo, hè? Ja, zeker. Hey, jij stuurde mij gisteren zeg maar een berichtje over zeg maar, hoe hard je met me wilde gaan rijden. Maar je weet wel, zeg maar, Goed getraind bent. Wat er nog mogelijk is. Hey, zo tegen de 400 watt, dat gaat toch wel lastiger worden. Ja, maar massa is toch snelheid? Laten we zo beginnen. Hoppakee, daar gaan we. Zijn er momenten geweest dat je denkt, jeetje, wat had ik voor wielrenner kunnen zijn? Jawel, want kijk, ik heb natuurlijk ook met jongens als Koos Moerenhout en Michael Bogert, hebben bij de junioren vaak genoeg allerlei koersjes gereden bij de junioren. Nou, dat was mooi. Maar die jongens die zijn natuurlijk gewoon toprenners geworden. En ja, dan denk je ook wel eens bij jezelf, hoe had ik dan een Amstel Gold Race rondgereden of een Luik Bastenaken Luik of weet ik wat. Wat voor renner had ik geworden? Ja. Tuurlijk, dat heb je wel eens. Die had je waarschijnlijk gewonnen, had je niet geëindigd in Enschede. Hey Johnny, wat is dit nou voor klein stadionnetje? Ja, roep dat niet te hard hier, want dan pak je ze in. Pas op. Hey Maatje, ik ben eigenlijk een beetje klaar met het fietsen. Nou, ik dacht dat je het nooit zou gaan zeggen. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee. Ja, pijn in je reet natuurlijk. Ja man, maar lekker aan... Hey, maar ik heb eigenlijk nog iets anders leuks wat we nog even kunnen doen. Oh, een biertje drinken zoiets. Maar dat gaan we zo meteen wel zien. Ja, dat komt goed. Maar geen gekkigheid, hè? Nee, dat komt helemaal goed. Oké. Dat gaat leuk worden. Nou, ik ga met je mee. Goed zo. Wat doe je nou? Ik hield hem niet meer. Hi Johnny. Ik heb in ieder geval weer fantastisch veel gelachen met je vandaag. Ja, ik vond het ook geweldig. Kom. Ja, mooi stel. Zeilaert en Romme. Het is wel opvallend, hè? Dat schaatsers kunnen vaak goed wielrennen. Ja. Nou ja, een beetje. Jij bent niet verder, fietsen. Jij bent niet verder gekomen dan kunstschaatsen. Dus, Ja, maar dat kon ik ook goed. Dat is ik waar. En boksen. En boksen kan je tegenwoordig ook. Ja, ook. Nee, maar ik bedoel, Romme, daar heb ik nog mee gekoerst. Dus, maar het was niet zo dat als je het programmaboekje kreeg en je zag de naam Johnny Romme, dat je met de poep in je broek aan de start stond. Nee, het was geen hoogvlieger hoor. Hij was vooral heel gevaarlijk, dat weet ik wel. Ja. Dat kan ik me nog goed herinneren. Hij kon niet sturen en dat hebben veel schaatsers. Ja, precies. Kunnen wel trappen, maar niet sturen. Dames en heren, we zitten midden in de Giro d'Italia. Nederlandse ogen gericht op Wilco Kelderman die het goed doet, Steven Kruiswijk. Hoe verrassend is het eigenlijk dat Kelderman zo bovenin meedraait op dit moment? Dit was natuurlijk wel zijn doel, dus ik weet niet of het heel verrassend is. Hij heeft hier wel echt naartoe geleefd en keihard voor gewerkt. Dus hij was er wel klaar voor. Ja, misschien dat het nu heel veel mensen verrast, maar ik denk dat hij er zelf wel klaar voor was om met de top mee te draaien. Goede ploeg, hè, om hem heen ook bij Sunweb. Ja. Is dat ook een beetje het geheim? Nou, het is geen geheim, maar het is in ieder geval de sleutel naar succes. Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is, maar ik denk dat het voor Wilco zelf natuurlijk heel belangrijk was dat hij gewoon heel bleef. Is het voor we zijn er nog niet. Ja. Nee, maar ik bedoel voor een langere tijd. Die maakt nog wat. Feit, zeg maar, dat die maakt altijd wat mee. Ja, daarom. Dat hij nu een langere tijd gewoon heel is gebleven. Ik denk dat dat voor hem toch ook al de kans is geweest om toch weer misschien een beetje net wat extra's te kunnen. Ja. En dan is het wel heel belangrijk als je natuurlijk een goede ploegrondje hebt. Mocht hij die trui over kunnen pakken, dan is het wel lekker als je natuurlijk gewoon safe en goed die etappes door kan komen. Maar die goede ploeg, die gaat hij wel verlaten, Michael, voor Bora, Kelderman. Ja, waarvoor zou hij dat doen? Dat zou je aan hem moeten vragen. Maar schat jij het erin als kenner?
Goh, nou ja, als kenner, ik bedoel, ik vind trouwens dat Sunweb het prima doet. Geweldige tour gehad, hè? Drie etappen zeeën. Wat eigenlijk helemaal niet voor mij dan als kenner ik had dat helemaal niet verwacht. Ook niet toen ze de ploeg bekend maakten eigenlijk voor de tour. En ja, ze hebben het daar heel goed gedaan. Ze rijden nu goed. Met Hirschi doen ze op alle vlakken mee. Ja, wat ik wel weet, maar, of weet, wat je hoort dan als je in het wielrennen begeeft, is dat het een prima ploeg is om voor te rijden als je upcoming bent. Maar als je daar eenmaal een gevestigde naam bent, is het schijnt het niet meer zo heel prettig te zijn om daar, om daar te fietsen. Heel veel protocollen, regels, wel of niet goed of normaal, maar ja, er heel veel renners die goed presteren, die vinden het daar gewoon niet fijn om nog te koersen. Dat zie je ook, dat er vaak goede renners weggaan. Ja, met de Dumoulin hebben we natuurlijk ook gezien. Sam Omen gaat nu weg, Matthews gaat weg. Het zijn, maar ja, ze doen het nu prima. Dus ja, er is eigenlijk niks op af te dingen. Ik hoop wel dat Kelderman op zijn fiets blijft zitten of dat hij niks meemaakt. Want het is natuurlijk ook weer iemand die nog wel eens wat tegen is gekomen in zijn carrière. Het lijkt me niet een... het is als je hem ook hoort praten, het is altijd een beetje soft. Het is geen killer, weet je, als je hem zo hoort. En hoop ik dat hij het gaat doen in de Giro. Nou, wat hopen. Jij hebt de Giro Rossa recent gereden. Met name voor de uiteindelijke winnares, denk ik, Anna van der Breggen. Klopt. Dan word je zelf 18e. Is dat dan verder niet ter zake doende, omdat jullie als ploeg gewoon eerste worden? Ja, daar ben ik echt helemaal niet mee bezig geweest. Het is gewoon, het ging eigenlijk best wel lekker in de Giro. En dan kom je uiteindelijk ook wel ver in het klassement. Maar bij ons was gewoon één ding belangrijk. En dat is onze kopvrouw. Ja. En die hoofd op het podium te krijgen en misschien zelfs te kunnen winnen. Dat is gelukt. Ja. Met dank aan, dat is een vervelend woord, maar dat komt door dat Van Vleuten hard en val kwam natuurlijk. Ja, dat is altijd wel lastig, want Anna kan daar natuurlijk zelf niks aan doen. Nee, zeker niet. En, nee. Ja, natuurlijk, doordat Van Vleuten viel was ineens het hele klassement anders. Toen stond ineens Kasia Jadoma aan de leiding en Anna tweede. En dat gaf ineens weer kansen. En als dat niet gebeurd was, dan was het natuurlijk wel lastig geworden, maar... Ja, dan hadden we ook gewoon nog elke dag koers gehad. Daarom. Ja. Die elkaar een beetje eigenlijk, die Van Vleuten en Van de Breggen. Zie je enige twijfel op het hoofd van Chantal? Ik zie Nick ook al lachen, maar ik vraag me dat altijd af. Ja, dat gaat eigenlijk altijd wel prima. Op het WK dan moet er ook gewoon samengewerkt worden en dan staan de neuzen wel dezelfde kant op. Maar ja, ze zijn concurrenten en de media, moet ik wel zeggen, die blazen het wel behoorlijk op. Het is wel, die maken er wel een gevecht van. Ja, hey Chantal, hoe zit dat nou eigenlijk met jou zelf? Want je hebt je afscheid als wielrenster al aangekondigd. Na de voorjaarswedstrijden in 2022. Ja. Stop je ermee? Ja. Vanwaar nu al die beslissing? Ja, ik voelde het eigenlijk natuurlijk al een beetje aankomen. Dat is niet een beslissing die je van de ene op de andere dag gemaakt hebt. Ik heb wel vaker aan stoppen gedacht al. En ook gewoon omdat ik vanaf mijn 19e al in dit peloton rondrij. En elk jaar weer dezelfde wedstrijden, dezelfde hotels. Dacht jij misschien wel na 2017 toen je in Bergen wereldkampioen werd? Prima, klaar. Nou, nee, ik dacht toen nog niet van het is klaar. Maar het gaat wel. Het kwam toen wel steeds meer van er zijn ook nog wel andere dingen. En elk jaar dezelfde wedstrijden en dezelfde hotels en dezelfde dingen. Daar moet je gewoon 100% gemotiveerd voor zijn. En ik merk nu wel dat ik me niet voor alle wedstrijden meer volledig kan opladen. Hmm. Ja, en ik vind dat wel belangrijk. Dus ik was daar wel een tijdje over aan het nadenken. En toen kwam die coronatijd natuurlijk. En dan zit je thuis. Dus dat heeft het proces wel een beetje versneld. Het zat er wel aan te komen. En waarom wil je ploegleidster worden? Ja, dat kwam op mijn pad. En ik dacht, ik vind dat wel een hele leuke uitdaging. Ik denk niet dat ik dat van... De heer De Bogert heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Succes. Ja, dat is nog wel... ik zou je aanraden om gewoon nog even lekker te blijven fietsen. Dat is veel beter, joh. Ja, dat is niet dit heel zegt Michael volgens mij grappig bedoeld, maar hij meent het met alles, of niet, Michael? Nou ja, je hebt natuurlijk wel als ploegleider... Het is ook vaak heel saai, weet je. Er is vaak gewoon geen ene reet te beleven in de koers. En dan, ik heb een keer een dag bij jou in de auto gezeten. Ik heb er kostelijk vermaakt. Ja, maar dat was een heftig dagje. Dat was een mooi dag. Toen gebeurde er... Toen vielen er een paar jongens van ons en regende het... En kasseitjes en ellende, nee, dan is het gaaf. Maar
Ja, wat ik zeg, weet je, er is het heel vaak dat je achter een kabbelend peloton aanrijdt. En ja, dat is nou niet een hele uitdagende job. Nee, want jij was op de wedstrijd geen 200 kilometer. Ja. Dat scheelt. Want jij was ploegleider bij Roompot. Nou ja, die ploeg bestaat natuurlijk helaas niet meer. Maar hoe is het dan nu met jouw ambities gesteld? Wat ga je nu doen? Nou ja, het is voor mij natuurlijk ook rustig geweest tijdens corona. En een beetje gewerkt voor de tv tijdens Tour de France. En ja, ploeg hebben wij niet meer. En dat is verder ook geen probleem. Dat vind ik oké. Als ik ooit nog terugkom in de wielersport, dan als ploegleider, dan wil ik wel echt bij een grote ploeg aan de slag. Ja, een grote ploeg waar je echt je kennis, know-how over de koers kwijt kan. En wat ik zeg, het is niet altijd prettig om erachteraan te rijden. En, nee. Ja, eigenlijk gewoon een soort chauffeur van de coolbox, of wat zeiden we altijd? Van de mechanieker en de... Nee, dat hoeft voor mij niet meer. Nee. Maar wat zie jij jezelf nog terugkeren in een World Tour ploeg? Of, zou dat nog kunnen? Nou, ik zie het wel. Ik denk wel dat ik van waarde kan zijn, ja. Ik heb wel zoiets van, ik heb nog niet het achterste van mijn tong laten zien, denk ik. En ja, ieder jaar zet ik nog wel gewoon stappen vooruit en ik... Ja, het is wat wel, is dan voor jezelf de belangrijkste stap die je nog moet zetten om inderdaad nog één keer die sprong te wagen? Want je hebt World Tour gereden. Ja, klopt. Ja, ik heb dan 2 jaar World Tour gereden. En voor mij is het vooral belangrijk dat ik eigenlijk ook heel blijf. Dat is eigenlijk bij mij blessures is heel vaak de issue. En dan krijg je toch wel vaak net even die terugslag dat je net niet weer je goede niveau kan halen, zeg maar. Ja, nou ja, anders kan je altijd nog een keer de Zesdaagse gaan rijden in Rotterdam, die als het allemaal een beetje mee zit in december van het volgende jaar gaat plaatsvinden. De laatste editie in januari van dit jaar werd gewonnen door het koppel Stroetinga-Havik. En Wim Stroetinga, de man uit Friesland, heeft onlangs bekendgemaakt te stoppen met wielrennen. De laatste ronde, het is klaar. Geen juichmoment, diepe zucht, eerronde of emotioneel afscheidsinterview. Het is gewoon klaar. Eigenlijk is het simpel. Gewoon niet meer op een racefiets stappen met de rugnummer op en je bent renner af. Zo wilde ik het en zo is het ook gebeurd. Volgend seizoen niet meer in het peloton. Althans niet meer als coureur. Nieuwe uitdaging als ploegleider aan de horizon. Altijd vooruitkijken. Wat achter me ligt is toch letterlijk verleden tijd. Dat achterland is wel wonderschoon, met klassiekers, etappes en zesdaags op de palmares. Misschien had ik een betere prof op de weg kunnen zijn, als ik mijn werk ertoe had gezet. Maar ach, wat achter me ligt is toch letterlijk verleden tijd. En daarnaast, de baan vond ik stiekem toch altijd leuker. Op de wielerpiste voelde ik me echt thuis. Koppelen, sprinten, punten pakken, demareren, kop naar beneden, in de beugel, snelheid maken, actie. Ik ga het zeker missen, die volle tribunes in Rotterdam Ahoy. Mensen op de banken voor de jongen uit Friesland. 2 keer winst in de mooiste zesdaagse ter wereld. Mijn naam weer op de winnaarsring na mijn laatste deelname. Het verleden is het verleden, maar die zichtbare herinnering op boarding blijft. Mijn wielercarrière is voorbij. Ik laat geen traan, maar lach. Dat de zesdaagse maar lang mag blijven bestaan. En die laatste afscheidsronde over de piste, die heb ik in januari met de gele leiderstrui al lang gedaan. Wim Stroetinga was dat, de Friese flits. Hij stopt ermee, tweevoudige winnaar van de Zesdaagse. Hoe zullen we hem herinneren? Heel snel. Hij is, toen Groenewegen kampioen werd op Goeree Overflakkee, werd hij het zowat. Hij is echt super snel, maar als wegrenner op de baan super coureur. Maar op de weg, ik maakte net een geintje, maar als er een opgevouwen krant op de weg lag, dan werd hij gelost. Hij kon echt geen meter berg op. En ja, wil je een beetje slagen op de weg, dan... Hij heeft nog wel een jaar voor een grote profploeg gereden, maar... Ja, dat was niet om aan te loeren. En dat had hij zelf denk ik heel snel begrepen ook. Daarom, ook voor de baan. En dat is een prima keuze geweest. Zeker. Chantal, op naar Vlaanderen. Ja. Ronde van Vlaanderen. Komende zondag staat hij gepland. De laatste 5 jaar zat je in de top 10. Dus we verwachten minimaal weer zoiets. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Nee, ik rijd wel echt om te winnen zondag.
Kijk aan, nou, dat gaan we dan allemaal volgen. Ja, Nick, jij ook veel succes in, om te beginnen om gewoon weer een ploeg te hebben voor het komend seizoen. En probeer dan ook met name weer je van je beste kant te laten zien wat je tijdens het afgelopen wereldkampioenschap zeker hebt gedaan. Het was leuk ook weer eens samen over wielrennen te ouwen, hè? Ouderwets. Lang geleden. Zullen we nog een cadeautje weggeven? We hebben hier een mooie woning zesdaagse wielertricot. Dat is te winnen als u nu eventjes naar de onderstaande website gaat. En dan wijst het zich allemaal voor zich. Voor mij hoeven we niet eens een prijsvraag voor goed te beantwoorden. Het is gewoon een cadeautje van dit programma voor de kijkers van Zesdaagse TV. Michael Bogert, wel bedankt. Graag tot een volgende keer. Chantal Blaak en Nick van der Leijken, veel succes. We gaan jullie in de gaten houden. Tot zover deze tweede uitzending van Zesdaagse TV. Over een maandje zijn we er opnieuw. Goeiedag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij en Woning, Keukens en Badkamers.